8 burgemeesters hebben woensdag in Harlingen het rampbestrijdingsplan Veerdiensten Waddenzee ondertekend. Het rampbestrijdingsplan is gemaakt voor de veerdiensten tussen de Nederlandse Waddeneilanden en de Vastewal en het verkeer tussen Eemsmond en Borkum. De veerdienst Den Helder-Texel zit niet in het plan. Nee, en dat is geen toeval, want je zou wellicht kunnen denken dat het wellicht door die samenwerking komt. Maar dat is niet zo, die hadden er alleen. Dus die hoefden er ook niet bij. Wij hebben ook wel naar hun plan gekeken en er zit een redelijke aansluiting tussen. Doel van dit plan is om een inhoudelijk effectief en procedureel juist plan te hebben waarin de taken van alle bij bestrijding van een incident betrokken diensten beschreven staan. Kunt u in grote lijnen uitleggen wat er in het plan staat? Ja, in het plan staat de grote lijnen van hoe we moeten optreden wanneer er iets zou gebeuren op de veerboten, wie wanneer in actie komt, wie verantwoordelijk is, hoe we daarmee omgaan. Het is er vrij duidelijk in beschreven en ik denk dat we daar echt mee uit de voeten kunnen. U zegt het is geen papieren tijger, het is een praktisch verhaal. Ja, want daar was ik wel heel erg ongerust over. Je begint met zo'n plan en als je niet oppast, dan wordt het een geweldig dik plan. Iedereen wil er ook wat over zeggen, maar in de praktijk is het niet werkbaar. En wat we nou hebben gedaan van, maak nou een werkbaar plan en vraag ook de operationele diensten, de brandweer, kader en politie van, laat je mensen ook meepraten en denken van wat je werkelijk zou moeten doen. Mensen van de werkvloer, die weten pas wat er moet gebeuren en die hebben we ook echt een rol gegeven in dit plan. Het rampbestrijdingsplan werd ondertekend in de veerbootterminal van Harlingen door de burgemeesters van Ameland, Dongeradeel, Eemsmond, Harlingen, De Marne, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Ja. Hoppa. Het rampenbeschrijdingsplan is van kracht. De burgemeesters hebben getekend. Jij bent de man van de praktijk. Ja, klopt. Ik ben in die zin voorzitter van Waddex. Waddex die houdt zich bezig met de voorbereiding op incidenten op de Waddenzee. En dat doen we met een heel scala aan collega's, zowel van de landhulpverleningsdiensten als vanuit de maritieme wereld. En tezamen proberen we daar een goed product neer te zetten. En het rampenbeschrijdingsplan zoals dat nu getekend is, kan ons daar enorm bij steunen. Het ligt nu allemaal vast hoe het moet bij een ramp. Ja, dat is correct. Het voordeel van dit plan is dat het voor het overgrote deel een operationeel plan is. En dat is waar wij ook als hulpverleners behoefte aan hadden. Het bestaande plan van het COW dat is vooral bestuurlijk getint. En dit geeft ons heel veel handvatten om ook operationeel zaken goed op de rit te zetten. En dat gaan we ook beoefenen in de toekomst. Er zijn nogal wat hulpverleningsdiensten. Ja, dat klopt. Als je alleen op land kijkt, dan spreek je eigenlijk over 4 kolommen. Politie, brandweer, geneeskundige en de gemeenten. Daarnaast is het zo dat op zee, er komt wat meer bij kijken. KNRM, kustwachtcentrum, ministerie van LNV, project water. Het is een scala aan instanties die meedoen. We zitten ook met z'n allen aan tafel om op die manier om elkaar te leren kennen. Om elkaars mogelijkheden te leren kennen, maar ook elkaars onmogelijkheden. En daar elkaar aan te vullen. Iedereen weet nu precies wat hij moet doen en wat hij moet laten. Ja, het plan is nu bekrachtigd, het is ondertekend. We hebben het in een voortraject al meegenomen in oefeningen en trainingen van officieren van dienst. Er moet in die zin nog wel een slag geslagen worden ten aanzien van het echt toetsen van het plan in de praktijk. Nou, dat gaat volgend jaar plaatsvinden. Volgend jaar hebben we een veerbootoefening hier op het traject Harlingen. Vlieland, 4 maart. En daar zal het plan ook echt getoetst worden. En dan kunnen we in die zin ook kijken of datgene wat op papier nu staat, of dat ook in de praktijk zo duidelijk werkt. De Waddenzee, van wie is die eigenlijk? Ja, die is eigenlijk van ons allemaal. Het is ook een heel kostbaar stukje natuur. Maar in het kader van rampenbestrijding is de commissaris van de Koningin is degene die er altijd de leidende rol in heeft. En de burgemeesters zijn degene die op de eilanden het voor het zeggen hebben, maar ook houden.